Welkom bij de Dart Podcast van Nederland achter de Okkie. Mijn naam is Mike Hoijveld en samen met Patrick Bus zal ik de afgelopen maand aan Dart nieuws met jullie gaan bespreken. Dit is de eerste keer dat wij dit doen, dus ik zal zeggen, Patrick, stel je even voor aan de mensen. Oké, ik ben Patrick Bus, ik ben 18 jaar en ik woon in een klein dorpje in Friesland. Ik hou enorm veel van darts. Naast het volgen van darts speel ik zelf ook darts. Vanaf volgend seizoen speel ik eerste divisie. En daarnaast ben ik in 2017 Fries kampioen geworden en in 2018 Nederlands kampioen geworden met het NJTK en het LACO jeugdteam. Ja, dat is mooi en dan zal ik me nog even kort voorstellen. Ik ben Mike Hoijveld. Ik kom uit een klein dorpje in West-Friesland. Ik speel nog niet zo lang darts, een paar toernooitjes gegooid. Ik kom uit de wielerwereld. En ik zal al mijn toernooien gaan spelen. En ik ben de host van deze podcast. Dan gaan we beginnen met de podcast. Ik zal zeggen, laten we beginnen met de World Cup. Toch een hoop verrassingen dit jaar weer. Zeker in de eerste ronde. Ja, enorm veel verrassingen. Viel me echt op hoeveel verrassingen er in de eerste ronde waren. Zuid-Afrika die van Noord-Ierland wint. Singapore die wederom verrast op de World Cup tegen Wales. Ja, en je ziet bijvoorbeeld ook een Polen tegen Tsjechië en een Zweden tegen Brazilië. Dat die toch vrij makkelijk doorgaan in zo'n eerste ronde partij. Ja, hetzelfde als met Nieuw-Zeeland tegen Litouwen. Wat van tevoren een mooie wedstrijd was verwacht. Maar die Berauskas van Litouwen, ja, die haalt zijn niveau gewoon niet. En dat heb ik vaak gezien in de eerste ronde dit jaar. Je ziet bijvoorbeeld ook zo'n eerste wedstrijd, zo'n Gibraltar-Japan. Ja, dat wordt een hele spannende wedstrijd. Maar vervolgens gaat Japan vrij makkelijk door naar de halve finale. Terwijl ze de eerste ronde toch heel veel moeite hebben tegen een Gibraltar. Ja, klopt. Maar in die wedstrijd haalden ze hun niveau ook niet echt hoor. Toen, ja, dan bleven ze gewoon in het niveau van Gibraltar hangen, zeg maar. Ja, en dan toch even de verrassing op een rijtje zetten. Wales sloeg er in de eerste ronde uit. Noord-Ierland. Ja, klopt. Italië, toch wel verrassend. Die had ik toch wel zelf hoog ingeschat. Jij ook. Ja, klopt. Die hadden twee enorm goede spelers meegebracht naar Duitsland. Maar ondanks een gemiddelde van 95 dacht ik, verliezen ze gewoon van een sterke Canada. Ja, en dan gaan we gewoon naar de volgende ronde. Ja, dan is eigenlijk meteen de eerste wedstrijd die natuurlijk enorm opvalt. Is Engeland-Ierland. Wat gebeurde daar? Ja, die William O'Connor begon te spelen tegen Rob Cross. Die Steve Lennon die won van een Smith die momenteel niet echt in vorm is. Maar die had die wedstrijd gewoon moeten winnen. Want die kreeg voor mij één met dat. Maar die gooide het voor mij twee pijlen op de boel. Maar twee pijlen viel eruit. Waardoor die wedstrijd echt verloor. En toen, ja, die O'Connor begon te smijten tegen die wereldkampioen van Rob Cross. 150 mil, dacht ik. Jij zegt natuurlijk dat Michael Smith misschien had moeten winnen van Steve Lennon, maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want hij kreeg ook een paar pijlen die door het bord niet geaccepteerd werden. Daar gaan we het later deze podcast komen we daar nog op terug. En ik denk dat dat ook mentaal zeker bij hem een grote rol heeft gespeeld. Ja, klopt. Helemaal waar, ja. Smeet ik gewoon een gemiddelde van net onder de 90, maar ja, dat gemiddelde. Als Smith zijn, dan moet hij gewoon boven de 95 spelen, vind ik, als nummer 5 van de wereld. Ja, dat zeker. Als we dan verder kijken in de tweede ronde, dan zien we op voorhand was het een hele mooie wedstrijd. België tegen Duitsland. Maar op hoeveel spektakel er gehoopt werd, zo weinig spektakel was er uiteindelijk in die wedstrijd. Ja, alleen in de eerste wedstrijd was het spektakel waarbij een spelers met dat miste, Sintler en Heubrechts. Heubrechts won hem uiteindelijk en in de tweede single tussen Dimitri van den Berg en Hop kwam niet in de wedstrijd. Eindigde op een gemiddelde van 67, of 76 bedoel ik. Je bijvoorbeeld zo'n Dimitri van den Berg, die gooit ook maar 88 gemiddeld. Ja, dat is niet, ik vind dat dat onder zijn stand is. Ja, maar ja, het belangrijkste is de wedstrijd winnen en dat doet hij vrij eenvoudig. Die Hop komt totaal niet in zijn spel. Nee. Verder geen grote verrassingen in de tweede ronde. Je ziet bijvoorbeeld wel een Singapore vliegt eruit. Maar ja, die vliegt er eigenlijk elk jaar de tweede ronde uit. Dan gaan we naar de kwartfinale toe. Dan beginnen we met eigenlijk de eerste wedstrijd. Dat is Ierland tegen Oostenrijk. Waar Mensu Sujovic eigenlijk fantastisch speelde in zijn single. Ja, wat gebeurt er dan in die koppel? Ja, het is geen team, hè. Zorna Legbacher en Sujovic. Legbacher en Sujovic gooien in de eerste ronde een heel enorm goede koppel tegen Rusland, omdat die Legbacher
de turbo aanzetten. En dat deed hij in de kappel tegen Ierland niet. Daardoor verloren ze echt ruim met 4-0. Ik vond ook dat Mansell niet scherp was in de koppel. Je zag echt met name dat hij... Hij begon op slot, ging hij gewoon staan terwijl hij helemaal niet mocht beginnen. Terwijl Legmacher mocht beginnen. Ja, ik vond ook dat hij gewoon niet scherp was. Ik dacht ook dat hij er een beetje met de pet naar gooide. Ja, dat ook. Ja. Zubic, die, geen teamgeest zit het in dat land, vind ik. Nee, maar ja, aan de andere kant, hij traint wel vaak met Rodriguez, zijn andere landgenoot. Waarom laat je die twee dan niet spelen, bijvoorbeeld? Ja, dat is de keuze van mij van de PDC. En blijkbaar is dat hoger op de ranglijst dan Rodriguez. Ja, dat brengt ons eigenlijk meteen naar de volgende wedstrijd. Dat is Canada tegen Nederland. Ik vond eigenlijk dat Van Gerwen het hele toernooi zwaar ondermaats heeft gepresteerd. Net of hij er niet echt zin in had. Ook tegen een interview tegenover ons liet hij dat hem in mijn mening een beetje doorschemeren. Ik weet niet hoe jij daarna gekeken hebt. Ja, Van Gerwen die speelde echt ondermaats. Elke wedstrijd bijna voor mij onder de 90 volgens mij. Eén wedstrijd had hij boven 96, maar verder is alles onder 90. En dat is heel ondermaats. Tegen die Dawson Mussel ook 2-0 voor. En dan zijn hele, hoe noem je dat? Slordig. Ja, wel slordig inderdaad. Slordig, ja. Ik vind mijn mening, hadden ze gewoon van Barnef wat moeten selecteren. Niks tegenover wat die meen heeft, die plaats echt verdiend. Maar ik denk dat je op dit toernooi toch meer teamgeest nodig hebt dan twee beste spelers van het land. Dat zie je bijvoorbeeld bij Engeland. Bij Schotland heb het jaren niet gewerkt. Ja, en ik denk dat je dat nu toch wel een beetje terugziet in dit Nederlands team. Ja, klopt. Ja, ze winnen wel van Canada, vliegen er vervolgens uit tegen een heel sterk Ierland. Ja, klopt. Vooral het kappel was enorm strak voor Steve Lennon ook. Ja, dat brengt ons meteen naar de andere twee kwartfinales. Ja, dat was eigenlijk Schotland die liep over België heen bijna. Het was niet heel spannend. Het werd 4-2 voor Anderson, maar ook 4-2 voor Wright. Dus die hebben niet heel veel moeite verspeeld in die wedstrijd. Dan Japan, die tegen Canada, Canada tegen Nieuw-Zeeland kon te spelen. Ja, wat moeten we daar nou nog over zeggen? Dat Japan, die heeft ons ongelooflijk verbaasd, denk ik, deze World Cup. Ja, klopt. Al hadden ze ook wel een redelijk simpele loting nadat een aantal geplaatste landen eruit vielen. In Zuid-Afrika, met een koppel wonnen ze daar nog wel mee, maar ja, die Fernand Bouwers die kwam totaal niet. Die had veel te veel last van zenuwen en tegen Nieuw-Zeeland kwam Cody Harris totaal niet in zijn spel tegen Japan. Nee, maar ja, dit moet gebeuren. Je weet dat het een kort format is, je weet dat je ermee meteen moet staan. Dus ja, niet in je spel komen. Ja, je ziet wel meer jongens die niet in zijn spel komen in dit format. Dan gaan we naar de halve finales. Nou ja, we hebben het over Nederland wel redelijk gehad. Die verliezen van 2-1, met name door een hele slordige Van Gerwen. Ik wil wel even credits geven toe wat die Mena. Die heb het hele toernooi, vind ik, redelijk goed gespeeld voor zijn doen. Vooral tegen Canada deed hij het enorm goed tegen Long om 1-1 te maken en aan de kappel eruit te slepen samen met Van Gerwen. Wat hij meenam kwam flink onder druk te staan inderdaad tegen dat koppel in Canada. Ik had ook met name niet verwacht dat hij die druk aankon. Maar hij heeft zich echt bewezen op dat toernooi. En ik hoop dat hem dit verder brengt dan alleen op de World Cup. Ik hoop dat dit voor wat hij meenam dat stapje in de rug is om echt richting de top 16 te gaan. We hopen het. Het zou mooi zijn. Om even tussendoor in te breken, op dit moment zitten wij midden in de Danish Darts Open. En er kon toevallig net een uitslag binnenrollen terwijl wij het over wat die menen hebben. En of hij die stap heeft gemaakt, hij verslaat een redelijk sterke Ian White. Vrij makkelijk met 4-6. Dus ja, ik denk dat de stap wel is gezet voor wat die menen. Poeh, dat is een beste resultaat. Ian White de laatste vier keer in de finale gestaan en de laatste twee keer gewonnen. Dus dat wordt nog een mooi toernooi daar in Denemarken. Om even terug te komen op de World Cup, we gaan zo nog over Ian White hebben. Op de World Cup is de finale is uiteindelijk Schotland tegen Ierland. Dan verwacht je eigenlijk vuurwerk, maar dat viel toch een beetje tegen. Vooral de eerste wedstrijd was het meest spektakel, vond ik, tussen Lennon en Anderson, die Lennon verrassend won. Maar daarna was het vooral Schotland die uitblonk. Ja, je ziet toch vooral dat Anderson niet in zijn spel kwam. Wat jij net ook zegt over die Cody Harris. Die kwam ook niet in zijn spel. Het is dan toch blijkbaar wel belangrijk in dat toernooi om meteen scherp het podium op te gaan. Ja, klopt. Zeker.
En dat deed Steve Lennon in de eerste wedstrijd wel. En in de tweede wedstrijd tegen Peter Wright vond ik dat niet echt. Ja, uiteindelijk in mijn ogen een verdiende winnaar met Schotland. En dan wil ik het eigenlijk toch over de man van Schotland eigenlijk hebben. Gary Anderson. Tegen Kim Huybrechts vond ik hem enorm goed spelen. Met goede wegzetbeurten, goede scores, goede dubbels. En nou, ik ben nu benieuwd wat hij op de World Matchplay gaat doen. Omdat hij is denk ik wel in mijn ogen één van de favorieten voor de titel daar weer. Ja, nou ja, dan denk ik dat we hier bij de World Cup wel kunnen afsluiten. Dan wil ik het even kort hebben over 2 dagen later. Dan hebben we het SAP-toernooi, een demo-toernooi in, ik weet niet waar precies, ik dacht in Duitsland. Ja, in Frankfurt. In Frankfurt. Ja, daar zien we Van Barneveld weer spelen. En dan toch weer met een setup back to basic. Ja, klopt. Ja. En ja, het schijnbaar haalt hij daar meteen resultaat mee, want hij haalt vrij makkelijk de finale tegen een andere finalist van het weekend ervoor, Peter Wright. Ja, dat vond ik wel knap van Van Baan. Want het was een enorm sterk deelnemersveld met Rob Cross, Gary Anderson, Leighton Bennett, Phil Taylor, Mikuru Suzuki. Dus ja, enorm knap van Raymond. Maar helaas, de finale kwam hij net één legje te kort en Peter Wright. Ja, ja. Nou, over Van Barneveld gesproken. Hij kreeg een verdiend afscheid in de Ziggo Dome. Ja, meer dan terecht en verdiend hoor. Ja, poep. Ja, en daar komen bijvoorbeeld mensen als Robin van Persie, Phil Taylor, een paar oud-darters. Raffa van der Vaart is toevallig ook aanwezig. Ja. Ja, ik denk dat deze man dit echt wel verdiend heeft voor zo'n groot en mooi afscheid. Ja, het was echt een geweldig afscheid, denk ik. Met enorm veel toeschouwers en spelers en ja. Ik denk dat deze man dat zeer erg verdiend heeft na zo'n mooie carrière. Terwijl hij het toch lastig had begin van dit jaar. Ja, begin van het jaar had hij het enorm lastig. Maar door die finale op de Pro Tour, toen ging het weer wat lopen bij Raymond. Ja, toch kent hij daarna weer een korte terugval in de Ahoy. Ik denk dat het met name de emotie was en alles bij elkaar. Daarna wisselt hij van pijlen. Ja, en daar, ik denk dat op dit moment de stijgende lijn is ingezet. Ja, klopt. Op een Eurotour zeker, ja. Toen speelde hij tegen Mark Wilson. Toen, ja, ineens loopt hij het podium op en hij pakt darts eruit. Eigenlijk ontplofte Twitter toen per direct. Aangezien hij bij Target zit en dit geen Target darts waren. Maar alleen de punt was van Target op dat moment. En eigenlijk vanaf dat moment is echt de stijgende lijn ingezet. Nou, dan wil ik eigenlijk toch even op Ian White komen. Dat vond ik eigenlijk ook wel opvallend deze maand. Ja, hij pakt gewoon de 3 finales achter elkaar waarvan hij de 2 wint. Hij verslaat van Michael van Gerwen. Ja, waar ligt de top van deze man? Ja, die wordt steeds elk jaar beter, vind ik. Ik vond het echt enorm knap dat hij van Gerwen wist te winnen. Vooral met 8-7 in een beslissende leg. Waar van Gerwen volgens mij 29 keer of zo de laatste leg wist te winnen. En ja, met het, ja, vooral met het publiek achter zich. Nou, dan om we daar meteen even terug over te hebben. Over de laatste legs van Gerwen. Maar de allereerste keer dat hij een beslissende leg gooit op de Eurotour. Van deze reeks dan. Hij zal er ongetwijfeld daarvoor meer hebben gegooid. Was tegen Gavin Painter in de Gibraltar Trophy. In de tweede ronde. En dat doet hij in 13 darts. En het is eigenlijk opvallend dat hij maar 1 keer of 2 keer met meer dan 16, dat hij meer dan 16 darts nodig heeft in de beslissende leg. En zeker dat toernooi, heb je daar 2 wedstrijden daarvoor. Hij gaat net tegen Van Barneveld net niet onderuit. Hij gaat tegen Gavin Price net niet onderuit. Ja, het zat er op dat moment eigenlijk wel aan te komen. En die leg was, voor mij won Ian White om 18 darts, dacht ik. Dus dat is wel, qua legs was het gewoon een slechte leg voor Van Gerwen. En ook een slechte finale voor Van Gerwen, denk ik. Ja, Van Gerwen heeft eigenlijk het hele toernooi niet super gespeeld. Wel enorme hoge finishes op dag 1 voor hem. Dus op de zaterdag, aangezien hij geplaatste speler is. Ja. Je zag toch dat Raymond van Barneveld dan toch nog een steekje laat liggen. Want die had eigenlijk wel kunnen winnen die wedstrijd. Ja, hij begon met 180 en daarna gooit hij volgens mij nog wel 1 triple 20. En nou ja, we hebben het nu over de Eurotour. Natuurlijk is de Eurotour en de Pro-Tour bepalend voor 16 spelers van de World Matchplay. Even vooruitblikkend op de World Matchplay. De namen die nu zeker zijn, dat is Ricky Evans, Christopher Ratajski,
Glenn Durrant, heel knap in zijn eerste jaar. Ja, Steve Beat, Jeffrey de Zwaan, Joe Cullen, Max Hopp, Danny Noppert, Jermaine Wattimena, John Henderson en Stephen Bunting. Ik denk dat die namen zeker zijn, want die hebben allemaal meer dan 35.000 Britse ponden. Dan de mensen die nog een beetje in de gevarenzone staan, die, ja, het moet wel flink tegen zitten willen die er nog uitvallen, is Mervyn King, Vincent van der Voort en Chris Dobie. En dan wordt het onderin toch spannend, want Ryan Searle, Kyle Anderson, Ross Smith, Keegan Brown, Gabriel Clemens en Dennis Wilson, ja, die hebben allemaal eigenlijk echt nog wel wat ponden nodig, willen ze dat halen. Searle en Anderson staan er nu virtueel in. Maar ja, ik vraag me af of we die twee wel gaan terugzien op de matchplay. Ja, dus waarschijnlijk hangt het allemaal van die twee play championships volgende week. En, als er twee spelers zich kwalificeren voor de Eurotour in Tsjechië. Ja, ik denk dat King van der Voort, Dobie wel zeker zijn. Mochten ze alle twee een paar rondjes doorkomen. Zeker Dobie, die volgens mij ook door is vandaag op de Eurotour. Dus ja, die krijgt er sowieso nog wat ponden bij. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de top 16 van de wereld. Daar zal vrij weinig meer aan veranderen als ik aan de ponden zie. Ja, en dan vooruitblikend naar de matchplay. Wat verwacht jij er eigenlijk van? Ik denk dat het een toernooi wordt waar Van Gerwen enorm goed gaat gooien. Hij heeft namelijk zijn rol echt gezet op deze matchplay, omdat hij het al een paar jaar niet meer gewonnen heeft. Ja, over Van Gerwen gesproken. Hij had vorig jaar ook weer zinnen gezet op de Champions League of Darts. Ja, en die viel eigenlijk ook enorm tegen. Ja, klopt. Misschien zet hij dan iets te veel druk op zichzelf. En dan gaat het fout. Want ik denk toch, voor mij is de topfavoriet eigenlijk Gary Anderson. Als ik zie hoe makkelijk die speelde afgelopen weekend op de World Cup. En die is zo fris in tegenstelling tot de rest. Ja. Ja, dat zou kunnen. Ik denk, Rob Cross gaat er weer vroeg uit, denk ik. Ja, denk ik ook. Ik denk dat dit niet het toernooi is van Rob Cross. Dat heeft hij wel vaker laten blijken. Ja, en ik denk dat Glenn Durrant en Christopher Tyski gaan verrassen dit toernooi. Ik ben het met jou eens over Glenn Durrant. Maar Tyski vind ik toch een groot vraagteken, hoor. Laatst gooide hij op de Pro Tour ook 112 gemiddeld tegen Van Barneveld. En toen liet hij daarna toch die wedstrijd daarna wel weer een steekje vallen. Om met 86 gemiddeld dan. Maar het is te wisselvallig bij Tyski nog. Ja. En het is het lang format. En ja, ik denk dat Tyski het lange format wel aan kan gaan. Dus ja. Ik denk toch, om even nog naar de wedstrijd te kijken. Ja, wat moeten we verwachten van Darren Webster? Hij heeft bijna nog geen wedstrijd gewonnen dit jaar. Ja, ik denk toch dat hij er met hele grove cijfers uit gaat vallen de eerste ronde. Ongeacht het zou best kunnen, ja. Iedereen die in de top 16 staat, daar kan hij van verliezen, inderdaad. En als we nu toch bezig zijn met de World Matchplay, je vergeet, José de Sousa, die kan de World Matchplay nog halen. Ja, maar dat geldt hetzelfde voor Van Barneveld. Al wint hij twee Pro Tours dit weekend, dan is hij ook zeker. Ja, als je dan toch kijkt naar de ranglijst, dan heb je natuurlijk nog wel een hoop jongens zoals vanaf Steve West, William O'Connor, Ron Meulenkamp. Daar hoort bijvoorbeeld een Raymond van Barneveld bij. Een Kim Huijbrechts en een Dimitri van den Berg. Maar ja, dan zou je toch hele gekke capriolen moeten gaan uithalen om die de wedstrijd in te krijgen. Ik denk dat het voor Van Barneveld misschien nog wel reëel is om een van de twee Pro Tours te winnen. Maar aangezien dat hij zich niet heeft ingeschreven voor de Chess Dart Open in Praag. En hij ons toevertrouwde aan Darts Actueel dat hij niet veel Eurotours mee zal spelen dit jaar, is het haast onmogelijk voor Van Barneveld en ik denk ook wel voor de andere mannen om eventueel nog de World Matchplay te halen. Ja, klopt. Ja. Dat is jammer. Dan gaat hij weer onderverliezen op de ranking. Ja, uit mijn hoofd verliest hij niet heel veel pond. Ik dacht uit mijn hoofd maar 70.000 pond. Of 7.000 pond, excuses. Aangezien hij de eerste ronde eruit vloog 2 jaar terug. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ja, daar valt het nog mee. Maar zijn doel is gewoon het WK al. En dat gaat hij via de Pro Tour moeten doen. Nou, ik denk dat hij zat sowieso nu al virtueel in dat WK. Ja. En ik zie een hoop jongens gaan nog ponden verliezen. En ik zie hem eigenlijk alleen maar beter spelen. Ik hoop dat hij zich nog bedenkt en nog iets meer Eurotours gaat spelen dan hij eigenlijk wil. Zodat hij het EK ook gaat halen. En daar staat hij nu ook virtueel in.
Wel op plek 30, dus dat zal er een beetje om gaan hangen. Heb je echt nog wel wat ponden voor nodig? Ja, ik had wel minimaal 4000 pond nog, denk ik. Dus dat moet minimaal een 2 euro toers plaatsen, denk ik. En dan een tweede ronde halen, dan ben je zeker, denk ik. Ja, en ik voor de rest is hij ook nog geplaatst voor de Player Championship Finals. Die komen absoluut niet meer in gevaar. Nee. Want het bedrag wat hij nu heeft, was vorig jaar ook al voldoende. Ja. Geldt ook hetzelfde voor het WK trouwens. Maar dan, de World Grand Prix. Daar wil ik het toch heel kort over hebben. In de volgende podcast zullen we er misschien iets meer aandacht aan gaan besteden. Daar staat hij op de wipwap. Ja, dat wordt nog spannend. Hij moet... Ik weet niet precies hoe hij ervoor staat, maar hij staat voor mij nu net buiten. Ja, maar dat gaat een beetje hetzelfde voor een Ron Meulenkamp. En de twee Belgische vrienden, Kim Huibrechts en Dimitri van den Berg. Ja, die staan eigenlijk ook niet heel goed op de Pro Tour Order of Merit. Nee. En vooral voor Dimitri vind ik dat niet goed voor zijn ontwikkeling. Nee, dat is de laatste paar jaar al zo. Die plaatsen gewoon alleen voor het WK meestal en voor de Grand Slam, meer niet. Ja, maar ja, die Grand Slam plaatsing die gaat hij met dit jaar ook ophouden. En natuurlijk, want hij speelt dit jaar geen Development Tour meer. Dus hij is automatisch, mag hij dan geen WK meer spelen voor de jeugd. Ja. Ja, dan gaat hij zijn Grand Slam plek ook verliezen. En daarbij de nodige ponden. Ja, klopt. Ja, hij staat nu net buiten de top 32. Dus ja, hij moet er wel om denken, Dimitri. En als ik dan... Oh, Als ik dan wel kijk in die Pro Tour Order of Merit, dan zie ik bijvoorbeeld een Max Hopp en een Joe Cullen. Je hoort er niet veel van, maar ze staan wel heel sterk op een zesde en een zevende plek, hè? Ja. Gewoon constant. Ja, dat bedoel ik. En in tegenstelling tot zo'n Dimitri van den Berg, het is toch niet wat je er misschien een beetje van verwacht als je hem op tv ziet spelen. Nee, klopt. Het is vooral een tv-mens. Voelde dat hij het niet echt geweldig, nee. Nou, dan gaan we even kort kijken naar de Grand Slam tot nu toe. Want daar hadden we het net over. Inderdaad, Dimitri van den Berg is geplaatst. Van Gerber, Price, Gurney. Nou ja, met de World Cup is natuurlijk Gary Anderson en Peter Wright erin gekomen. Maar ja, Gary Anderson was eigenlijk al geplaatst omdat hij runner-up was in de Grand Slam. Rob Cross is ook zeker. Vooral een verrassende naam vind ik door het World Youth Championship is Martin Schietler. Ja, klopt. Die is echt heel verrassend, ja. Het is natuurlijk nog heel ver voor ons. Maar ja, ik vraag me af wat zo'n jongen bijvoorbeeld op een Grand Slam of Darts kan laten zien. Ja, vorig jaar reed hij ook mee. Toen verloor hij, won hij één wedstrijd volgens mij. Ja, dan zie je toch dat soort jongens op dat soort wedstrijden toch tekort komen. Denk ik, op dit moment nog. Maar aan de andere kant, Steve Lennon en O'Connor gaan ook heen dit jaar. Ja, ik denk als die het spel op de World Cup mee daar naartoe kunnen nemen... Dat wordt dan een hele mooie pool, waar een van die twee dan in gaat zitten. Ja, klopt. En daarom, ja, die William O'Connor, als die zijn niveau al tegen cross, dan kan niemand van hem winnen. Nou, dan hebben we het even voorlopig over de grote toernooien gehad. Dan gaan we even naar de wat kleinere toernooien. Nou, dan gaan we met name naar de Eurotour toe. Dan hebben we het over de Dutch Darts Masters. En daar waren wij aanwezig. Ja, was een geweldige ervaring om daarbij te zijn. Vooral die avond waarin Van Gerwen, Van Barneveld en Van der Voort in actie kwamen. Ja, dan beginnen we even in de eerste ronde. Want dan zien we toch weer een verrassende Nederlandse naam. Wat is Jimi Hendrix? Ja, dan maakt hij het toch weer niet waar op het podium. Nee, klopt. Die jongen die is toch in een kleine dippeland, vind ik, de laatste jaar, vind ik. Al vond ik het wel knap dat hij zich plaatste. Toen in de wedstrijd tegen Nick Kruil was hij dichtbij een uitschakeling, maar hij wist toch die laatste lijk nog te pakken na 4-1 achterstand, dacht ik. Aangezien hij toch zijn toolkaart is verloren, ik had toch dat toch een mentale klap is geweest dat hij niet terug heeft kunnen verdienen. Bijvoorbeeld de volgende verrassing, eigenlijk meteen in de eerste ronde, dat was Max Hopp, die won van Nathan Espedol in een geweldige wedstrijd met 6-5. De Eurotour daarvoor, toen verloor Max Hopp die wedstrijd van Nathan Espedol en dit was dus een terechte revanche voor Max Hopp. Ja, verder zien we de man, voor mij de man van het toernooi, Vincent van der Voort. Die vrij makkelijk won van Andy Boulton. Dat vond ik toch wel vrij verrassend. Ja, voor de rest eigenlijk niet echt veel verrassing in de eerste ronde. En wel een paar debutanten van Nederland. Erik Hol, die er keihard afging tegen de vrij onbekende Dennis Nielsen. Ja, dat was Dennis Nielsen wel de grote favoriet hoor. Die is bekend met een Eurotour podium en Erik Holder was zijn allereerste
toernooi als op PDC-toernooi. Dus ja, het was wel terecht en ja, ook wel een beetje voorspeld dat Dennis Nielsen zou gaan winnen. Dan kijken we even naar dag 2. Dan zie ik toch, dan wil ik toch even aansnijden. James Wade die zich weer, die weer afzegt op het laatste moment voor een euro toe. Ja, wat vind jij daar nou eigenlijk van? Ja, ik vind dat daar een boete op moet komen staan. Anders hadden we gewoon 6, misschien wel 6 Nederlanders op euro toe gehad. Of ja, of een geplaatste speler naar ongeplaatste speler als geplaatste speler. Nu hebben we gewoon een wedstrijd minder op de tweede dag. Dus ja. Ja, het is natuurlijk niet de eerste keer dat James Wade dat doet. Ik vind dat toch een beetje spelen. En daar hou ik eigenlijk niet zo van binnen dit circuit. Nou, verder kijken naar de tweede dag. Ja, eigenlijk bijna alle favorieten wel door. Alleen een Daryl Gurney vloog eruit. En dat vond ik toch wel vrij verrassend tegen Mervyn King. Ja, dat vond ik ook verrassend tegen Mervyn King. Dat had ik niet verwacht. Nee. Verder ja, wil ik het toch even aansnijden. Weer Vincent van der Voort. Hij speelt tegen Mirza Sujovic. Totaal niet in zijn ritme. Maar hij trekt toch die wedstrijd naar zich toe. Ja. Vooral door een gemiste dubbels van Sulwit. Die mist te veel dubbels om de Vincent echt lastig te maken. Ja, hij miste wel veel dubbels. Maar aan de andere kant miste Vincent ook een hoop dubbels. Dus ja, ik denk toch dat Vincent dan echt wel aan het langste eind trekt. Ja, ja, het was denk ik wel een terecht overwinning voor Vincent hoor. Ja, zeker weten. Ja, en dan eigenlijk de wedstrijd van de avond waar de mensen voor kwamen. Michael Smith tegen Remo van Barneveld. Goh, dat was echt een geweldige wedstrijd. Die opkomst vooral al. Dat dacht, ja, ongelooflijk. Van Barneveld speelde niet eens zo goed. Maar hij wist de wedstrijd gewoon, ja, door een paar goede finishes gewoon eenvoudig te winnen. Ja, wij hebben natuurlijk Remo gesproken na zijn wedstrijd tegen Michael Smith. En ja, toch opvallend is dat hij al meteen zei, dat voelde ik eigenlijk ook wel een beetje aan in die eerste leg. Hij komt meteen 1-0 achter, levert zijn eigen leg in. En toen zag je hem eigenlijk al hoofdschudden en oh, daar gaan we weer. En toch wist hij het om te draaien. Ja, dat heb ik dit jaar nog niet heel veel van hem gezien. Dus ik denk dat dit inderdaad een stap naar de juiste richting is. Ja, verder de opkomst wat jij zegt. Maar ik vond de opkomst bij Van Gerwen ook wel heel gaaf hoor. Meteen dat publiek achter hem. Hij kwam toen net uit Londen, net de Premier League gewonnen. Ja. Nou, dan verder nog de Nederlandse ontmoeting tussen Jermaine Wattimena en Danny Noppert. Was een vrij spannende wedstrijd, vond ik. Ja, met vooral een aantal goede hoge finishes. Danny Noppert miste voor mij 4 pijlen om 5-5 te maken. En dat was... Daardoor wist Wattimena die wedstrijd nog te winnen met 6-4. Ja, verder nog één andere verrassende Nederlander in Zwolle. Danny van Trijp. Ja, dat is een mooi, goed talentje vind ik. Die heeft er zich al een aantal keer geplaatst dit jaar voor een Eurotour. En hij wist het toernooi gemiddeld wel neer te zetten boven de 90. Dus dat is best knap voor Danny. Ja, dat is zeker de tweede keer dat we hem dit jaar zien op de Eurotour. Dat is echt wel netjes. Ja, dan gaan we uiteindelijk naar de finale dag. En dan eigenlijk, ik vind dat geen goede keuze van de PDC. Maar meteen de eerste wedstrijd van de middag, de Clash. Michael van Gerwen tegen Remo van Barneveld. Ja, de PDC heeft zo de regels opgezet. Als de finale dag moet altijd via het brekken gaan. En Van Gerwen was als eerst geplaatst, dus dan doen ze het. Dus Van Gerwen, die moest dus in de eerste wedstrijd meteen tegen Van Barneveld. Wel jammer natuurlijk, ik had hem liever aan het einde van de middag gezien. Ja, het was niet anders. En jij zegt natuurlijk als eerste geplaatst. Dat vind ik toch apart, want een paar weken terug, daarvoor speelde Van Barneveld ook tegen Van Gerwen. En toen was het wel de laatste wedstrijd. Ja, klopt. Dat doen we van de Eurotour doen ze het om en om. Of ze doen de nummers 2 geplaatst eerst en dan de nummers 1. Dat doen ze om en om de Eurotour. Dus de ene keer is Van Gerwen wel als eerste in de middag. En de andere keer is de nummer 1 geplaatst, zeg maar niet. Die is dan zeg maar als laatst op de Eurotour. Nou goed, Van Barneveld speelde uitstekend. In tegenstelling tot Van Gerwen, die echt vrij matig speelde, vond ik. Maar toch, dan wordt het 5-5. Raymond komt ten eerste komt hij 4-5 voor. Dus hij staat al voor. Dan begint hij. Dan komt Van Gerwen toch nog terug. Dan begint Van Barneveld met 180. Ja, en wat gebeurt er dan in zijn hoofd? Ja, misschien had hij al in zijn hoofd, ik kan dit gaan winnen. En dan daarna gooit hij 1 triple meer.
En ja, dat was voor Van Gerwen genoeg om uit de 14 dat alsnog te winnen. Ja, maar ja, toch is het misschien wel de kracht van Van Gerwen om dit soort wedstrijden toch te winnen. Ja. Nou, dan kijken we verder naar de middagsessie. Weer weinig verrassingen. Alleen wat ik wel weer verrassend vond, is dat Vincent wel weer doorgaat tegen Max Hopp. En dat ze ruggen toch 3 dagen houden. Ik vind dat toch positief. Ja, en ik vind het knap van hem dat hij het zo lang kan in één weekend. Want sommige weekenden kan hij dat totaal niet en in Nederland gelukkig wel. Nou ja, bijvoorbeeld even terugkijken op dit weekend. We hebben hem vrijdag zien gooien. Het was lang niet zijn niveau van afgelopen Eurotour. Nee, vooral niet. De gemiddeldes in Zwolle waren boven de 95 elke keer volgens mij. En in Denemarken kwamen we niet verder dan 83. Nee, nou speelde hij tegen Kirk Shepard, die met materiaal van een andere dartspeler speelde. Dat vond ik wel grappig om te zien met de flights van Glenn Durrant. Gaat terug naar de kwartfinale in Zwolle. Daar zie je ook weinig verrassingen. Je ziet wel weer dat Van Gerwen in het begin heel erg moeilijk had tegen een goed spelende Dave Chisnall. Dave Chisnell, was het niet Chisnell die het match zelfs kreeg? Was het? Nee, niet. Van Gerwen met 6-4. Oh, Dan ja. gaan we vervolgens naar de halve finales. Daar zien we toch Ian Wye die heel eenvoudig langs Peter Wright gaat. Peter Wright die toch nog weer aan het rommelen was op dat moment met zijn materiaal. Momenteel speelt hij weer met een oude set, zoals op de World Cup gezien. En daar heb je afgelopen weekend, dit weekend speelt Peter Wright daar ook weer mee. En ja, het brengt hem toch meer succes dan dat wisselen. Ja, ik hoop dat hij ook blijft bij het setje, want het is voor mij, vind ik, het beste setje die hij heeft. Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Ja, dan is gespeeld Van Gerwen zijn halve finale tegen Gavin Price. Twee kemphanen tegen elkaar. Wat een geschreeuw op het podium. Ja, goh, wat was dat een wedstrijd? Ongelooflijk. Price die had die wedstrijd in principe kunnen winnen, maar door had Van Gerwen een prachtig 143 finish kwam hij op match point, anders had Price kunnen breken. Werd 6-6 en toen in de laatste leg gooide Van Gerwen een weergeloze laatste leg. De laatste leg ging in 13 darts. Dus ja, dan had Price een 12 dartje moeten gooien. Ja. Nou goed, we weten allemaal hoe de finale is afgelopen. Van Gerwen die echt heel slecht stond te spelen in de finale voor zijn doen. Ja. Eigenlijk het hele toernooi, eigenlijk bijna al. Ja, nu kreeg hij toch het niet zijn kant op. Ja, en vooral die laatste leg was ondermaats van hem, want in 18 darts was hij gewoon niet uit en daardoor won Ian White die leg. Nou, dan hebben we de Eurotours gehad. Want de afgelopen Eurotours, dat was eigenlijk alleen de Dutch Darts Masters. Dan even heel kort kijkend naar de Player Championship van de laatste paar keren. Dan zie je toch terugkomen dat William O'Connor er ook eentje heeft gewonnen. Dat is meteen zijn eerste PDC-titel. En dat geldt eigenlijk hetzelfde voor Harry Ward. Die ook echt heel knap Player Championship 16 wist te winnen. Ja, erg verrassend dat Harry Water in wist te winnen, want hij heeft dit jaar ook zijn tourcard gepakt. En misschien kunnen jullie Harry Water nog van de Lakeside, waar hij tegen Colin Ruller speelde en geen één leg pakte in die finale. Dan moet je zien waar hij nu staat. Hij wint gewoon een Player Championship. En hij staat nu, ja, hij staat niet op Grand Slam, maar hij staat wel hoog op de ranglijst nu. Ja, even de andere Player Championship werden gewonnen door de Nederlander Jeffrey de Zwaan. Die, wat ik vind, te wisselvallig speelt. Zeker op de Eurotour-kwalificaties. Ja, klopt. Daar vind ik dat hij te weinig is zich gekwalificeerd. Ja, dat ben ik volledig met jou eens. Ja, en die andere winnaar, dat vind ik eigenlijk best wel mooi. Dat is Glenn Durrant. Ja, zijn tweede titel in 4 maanden alweer. Dus dat gaat lekker op Dave, die Glenn Durant. Nou, daarna hebben we ook de Player Championship behandeld. Dan gaan we naar de Challenge Tour en de Development Tour. En daar kwam ik weer een bekende naam tegen tussen de winnaars. Cameron Menzies. Ja, daar is hij weer. En dat was ook wel nodig, want hij stond niet al te goed op de Challenge Tour Order of Merit. En hierdoor stijgt hij weer in dat top 10, waardoor hij de kwalificatie voor de Eurotour weer mag spelen waarschijnlijk. Verder kijkend zien we weer een mooie finale plaats van Patrick van der Bogaert. Die verliest nipt met 5-4 van Steven Burton.
Ja, Steven Burton die stond dit jaar nog op het WK. En hij won de Player Championship Finals. Won hij van onder andere van Jermaine Wadimena. Enorm goede speler die Steven Burton. Patrick van der Boomgaard hebben we dit jaar eerder gezien op Eurotour, waarvan hij nipt verloor van Steven Burton. Klopt, dat heb ik, die wedstrijd heb ik ook met die wedstrijd heb ik ook gezien. Het was een vrij goede wedstrijd en een nip verloren. Ik denk dat dat toch een beetje ervaring is. En Patrick, wie waren dan de overige winnaars op de Challenge Tour? Darren Beveridge die won in de finale met 5-4 van de talentvolle Callum Reach. En de andere was de allereerste Spanjaard die een PDC-toernooi wist te winnen. Jesus Nogueira. Enorm goede speler en hij won in de finale met 5-1 van Mark Walsh. Dus het toernooigemiddelde was over de 99 over 7 wedstrijden. Dat is echt heel knap van de Spanjaard. Burton, die de laatste Challenge Tour won, die staat momenteel eerste met 1800 pond voor op Ricky Airhouse. Die kennen we ook nog ergens van. Althans, de naam Richie. komt mij bekend voor. Richie Airhouse. Ja, klopt. De nummer 1 van de Challenge Tour Order of Merit gaat naar het WK en de top 2 krijgt een tourkaart. Dat zijn nu de net genoemde Burton en Airhouse. Maar Boris Koltsov zit ook dicht. Maar die hebben we ook al op de Eurotour goed zien spelen dit jaar, Boris Ja, Koltsov. die koolstof wordt steeds beter en beter. En die op de Q-school wil het maar net niet lukken voor hem. Maar doordat hij de Challenge Tour gaat spelen, ik zie hem misschien dit jaar al een tour kan pakken in de Challenge Tour. Hoor. Dus dat wordt close voor Koltsov. Nou, dan hebben we de Challenge Tour behandeld. Ja, dan gaan we eigenlijk naar ja, een leuk gedeelte in deze podcast. De Development Tour. Nou, ik Ja. denk, vertel het maar. Geert Nentjes wist zijn allereerste Development Tour te winnen naar 4 verloren finales. Is hij eindelijk één te winnen. Hij wist met 5-2 in de finale van Sean McCurrock te winnen. Die Sean McCurrock die wist ook in de Development Tour daarna weer de finale halen. En wederom wist hij die finale niet te winnen. Daar was Ted Evans wederom de sterkste. En Luke Humphries wist er nog één te winnen. En Ted Evans won de laatste Development Tour van het weekend ook weer. Dan zie je toch in de ranglijst dat Ted Evans duidelijk op 1 staat. Geert Nijntjes volgt, ja, volgt wel, maar wel wel een pittige achterstand. Aangezien er niet heel veel ponden per Development Tour zijn te winnen. Op de nummer 3 Luke Humphries. Toch apart dat die Humphries heeft laatst op Twitter of Facebook gezet dat hij moeite heeft met wedstrijden beslissen. Maar hij heeft toch een redelijk goed WK gespeeld. Ja, klopt. Ja, dat vond ik wel verrassend dat hij hier op Twitter zei. Want ik vond WK enorm sterk spelen. Vooral tegen die wedstrijd tegen Rob Cross. Nou, in de ranking staat dus Ted Evans op 1 en Geert Nijntjes op 2, Luke Humphries 3. Evans gaat via de ranking naar het WK. Oh, Nijntjes en Humphries zitten ook virtueel in het WK, dankzij de Development Tour ranglijst. Dan wil ik toch even bij de Development Tour blijven, misschien ook wel in het algemeen. Wie ook op de Development Tour heeft gespeeld is Corey Campy. Ja, Corey Cadby heeft de development door. Nee, wat was dat? Ja, zowel de Development Tour als de Pro Tour heeft Campy de afgelopen tijd gespeeld sinds dat hij terug is. Maar eigenlijk redelijk anoniem. Ja, klopt. Die Cadby is nog steeds niet op zijn vorm die hij een aantal jaren terug had. Dat zal nog wel komen, denk ik. Nou, ik hoop het voor hem, want als we dan even op de wereldranglijst kijken, dan zit hij momenteel net aan binnen een tourkaart. Ja, hij staat natuurlijk ook op het punt om nog wat ponden te gaan verliezen. Nou kan hij natuurlijk wel bijverdienen, maar dat is wel allemaal nipt. Ja, klopt. Allemaal net. Hij moet zijn ponden wel nu echt snel binnen gaan sprokkelen, anders kan hij volgend jaar weer Q-school gaan spelen. Ja, nou dan denk ik dat we het grootste gedeelte PDC wel even hebben gehad. Dan gaan we naar de internationale tours. De Canada en Amerika tour. CDC Tour 5 en 6 wisten Matt Campbell en Joe Huffman te winnen. Matt Campbell in de CDC Tour 5 van Darren Young in de finale. En in CDC Tour 6 stond Matt Campbell weer in de finale, maar daarin was Joe Huffman te sterk. Toch heeft Jung 23 punten voorsprong op Huffman voor het WK. Dus, ik lees het verkeerd. Deze gaat ook even opnieuw.
Toch hebben Darren Jong en Matt Campbell, die staan voorlopig geplaatst voor het WK. Jong heeft 23 voorsprongen op Huffman. En Campbell die leidt dan met 7 punten op Jim Long. En als dit zo doorgaat, dan zien we deze twee mannen ook terug op het WK. En ik denk dat we ze ook gaan zien in de US Darts Masters. Dat is nog niet helemaal zeker, want daar worden verschillende kwalificatietoernooien voor gespeeld. En hierdoor moeten deze spelers ook aan meedoen om voor de US Darts Masters te kwalificeren. Dus Jong en Matt Campbell zijn totaal nog niet zeker voor de CDC, voor de US Darts Masters. Ja, het lijkt mij dat als ze in de CDC Tour winnen en zo voorsprong staan, lijkt het mij ook wel vrij logisch dat ze in de qualifiers voor de US Darts Masters vrij ver kunnen komen. Aangezien we 8 man uit Amerika en Canada daar gaan zien. Ja, klopt. Dus ze zijn wel de grote favorieten, ja. Ja, dat dacht ik ook. Nou, dan gaan we nog even kort naar Down Under. Dat is eigenlijk de DPA Tour. De mensen die daar vrij hoog op de ranglijst zien, die zien we vaak ook terug op de World Series of Darts in Australië. Ja, dat zijn Damon Heta staat eerst op die tour met 50 punten op James Bailey. Er zijn nog 8 toernooien spelen, dus het kan er wel voor James Bailey, maar het wordt wel krap om voor James Bailey. En de nummer 1 gaat naar het WK toe. En Damon Heta en James Bailey staan sowieso op in Melbourne en Brisbane op de World Series. Ja, nou, dat we die jongens ook eens vaker zien dan alleen op het WK. Dan wil ik eigenlijk de PDC voor nu even afsluiten. Dan gaan we nog even kort naar de BDO-toernooien. En zien we toch in Denemarken dat Willem Mondigers een leuk weekend heeft gehad. Nou, misschien niet helemaal zoals hij gepland had, maar toch 2 keer runner-up. Ja, klopt. Denemarken was hier vorig jaar ook al, wist hij ook al een toernooi te winnen. Dus Denemarken is wel misschien wel zijn land waar hij het altijd goed doet. Dit keer waren Wesley Harms en Brian Herman te sterk in de finale. Vorig jaar wist hij van Mark Guiney te winnen, maar omdat hij een toolkout heeft, nu kan hij die toernooi niet meer afgaan. Nou, dan is deze dag wint Wesley Harms van Willem Mondigers met 6-3. Toch knap wat Harms bij de BDO blijft. Ja, ik vind het een goede keuze, omdat ik vind Harm niet echt een PDC-speler. Ja, dat is duidelijk. Dan bij de dames wint beide dagen Fallon Sherlock. Met beide dagen met 5-3. De ene dag winst ze van Miruri Suzuki. En de tweede dag winst ze van Anastasia Dromoslilova. Dan de Welsh Classic. Een verrassende finalist bij de heren, vind ik. We hebben lang niks van hem gehoord. Behalve als analist bij Eurosport, Martin Adams. Ja, Maarten Ernst, waar ik nog tegen heb gespeeld door Dutch Open. Ik vond het mooi om hem weer terug te zien in de finale. Het was een spannende finale. Het niveau was niet echt heel hoog. Maar de wedstrijd was gewoon spannend. En daarvoor zitten we daar tot te kijken natuurlijk. En Dave Paletti was nipt sterk met 6-4. Ja, Dave Paletti won inderdaad. Bij de dames won Bo Greaves, 15 jaar. Met 5-2 van Anastasia Dromoslilova. De dag na, of in datzelfde weekend, werd de Wales Open gespeeld. Bij de dames hadden we weer dezelfde winnaar als bij de Wales Classic. Bo Graves, 5-3 van Lisa Aston. Ja, en bij de mannen hadden we een zeer spannende finale, maar die werd toch uiteindelijk gewonnen door Martijn Kleermaker. Ja, Martijn Kleermaker, goed bezig dit jaar. Staat bijna in de top 10 van de BDO. Is al zeker voor Lakeside, zijn allereerste Lakeside. In de finale in Wales Open stond er 5-3 voor. Jim Williams kwam knap terug tot 5-5, maar uiteindelijk was Kleermaker in zijn eigen leg te sterk voor Jim Williams en pakte de titel. Nou, verder werd ook nog de Litania Open en de Vilnius Open gespeeld. Nou, de Litania Open niet heel veel bijzonders voor de Nederlanders. Martin Barrett en Krisi Vinkaninen wonnen bij de heren en zowel bij de vrouwen. Die Kris Vakainen won dag en na ook de Vilnius Open. En bij de heren stonden daar 2 Nederlanders in de finale. Klopt. Je hebt Sparenlands wist de finale met een gemiddelde van 90 te winnen van Ad van Haren met 6-1. En ja, dat was de duidelijke winnaar. Nou, dan hebben we dat behandeld. En dan gaan we eigenlijk naar een man die echt hard op de weg terug is na zijn voetamputatie. Toon Grebe. Ja, Toon Grebe wist in Polen
wist hij 2 finales te behalen. 1 wist hij te winnen met 6-3 van Sebastian Steyer. Die kwam zelf ook uit Polen. En in Polish Masters was Tom Nipt te, was Mark Brandvoort Nipt te sterk voor Tom met 6-4. Ja, verder werd bij de vrouwen wonnen de eerste dag Fie Sikkenus met 5-4 van Stephanie Roch. En de dag erna won Data Hetman met 5-1. Verder werd nog de Swiss Open en de Helvetia Open gespeeld. Die heb jij op de voet gevolgd? Ja, die heb ik op de voet gevolgd. Thomas Junghans, die komt zelf ook uit Zwitserland. Is in de spannende finale van Daniel de Kalter te winnen. Daniel de Kalter komt zelf uit Nederland. En die speelt dit jaar veel BDO-toernooien. En zijn doel is voornamelijk om leeks uit te halen. In die finale wist Daniel de Kalter nog op 2-2 in sets te komen. Dankzij een mooie 136 finish. En bij de vrouw was het wederom Sherrock die wist te winnen. Dit keer met 4-3 van Lola Turner. En de dag daarna was Alice Shutar. De schot te sterk wederom stond van Thomas Jungman die weer in het finaal stond. En bij de dames, bij de heren was het Jitse van der Wal die de beste Nederlander was. Hij haalde de halve finales waar Alice Shutar uiteindelijk te sterk was. En bij de dames was het wederom Laura Turner die in de finale stond, maar wederom verloor ze. Dit keer was het Dieter Hetman die haar titel won. Ja, nou dan hebben we de BDO ook besproken. Dan gaan we vooruitblikken op de komende maand. En dan gaan we het eerst over de Danish Dutch Open hebben die nu bezig is. En dan wil ik eigenlijk terugkomen op het bordenverhaal waar Michael Smith eerder op hamerde. Gisteren kwam er een tweet online na de verloren wedstrijd van Michael Smith tegen Jermaine Wattimena. Wat er in die wedstrijd gebeurde was dat Smith een paar keer een pijl met het bord gooit. Totaal niet het ijzer raakt, maar omdat het bord gewoon te hard is, viel zijn pijl er weer uit. Hij schreef het volgende op Twitter. Alsjeblieft Unicorn, zoek het alsjeblieft uit. Ze zijn belachelijk. Ik heb niet eens een rare worp, raak nooit het ijzerdraad en nog vallen ze eruit. Hij vervolgde. Ik wil niet als een slechte verliezer overkomen, maar het is gewoon frustrerend dat mijn pijlen er gewoon uitvallen. Het zou een enkele keer kunnen gebeuren, maar ik heb er elke keer last van. En toch vind ik opvallend dat hij ook in zijn tweets benoemt dat als hij aan het trainen is met Ian White, dat hij er ook last van heeft. Ja, dat vind ik vreemd dat hij dat er ook bij zet. Dus dat bad bevalt hem dus niet. En hij, het is een sponsor. Dus ja, misschien gaat hij misschien wel contact opnemen met Unicorn. Of ja, misschien voor een ander bord, dat lijkt me sterk. Of hij wil misschien dan een ander sponsor. Ja, maar toch, ik vind het, de opmerking vind ik eigenlijk terecht. Want we hebben meer spelers gezien die er last van hebben. Bijvoorbeeld Dave Chisnell heb het vaak met Unicorn boards. Maar eigenlijk de man waarbij het uitsteekt, is het wel Benito van der Pas. Ja, die heeft er de laatste jaren echt heel veel last van gehad. En daardoor zien we nu ook niet heel veel meer van hem. Nee, dan gaan we in de volgende podcast gaan we het er uitgebreid over hebben. Over Benito van der Pas. Dan gaan we eigenlijk toch nog even bij de borden blijven. Wat vind jij nou eigenlijk? Moeten we naar Wimba toe? Moeten we Target borden gaan doen? Want je ziet bijvoorbeeld op de Azië toe, daar gebruiken ze wel borden van Target. Ja, klopt. Ik kijk de Asian Tour wel, maar daar zie ik echt vrij weinig bounces. Ik gebruik zelf een wimmelbord. Daar heb ik soms wel een aantal bounces, maar iedereen heeft wel een keer bounces. Dus wimmelbord bevalt me ook goed. Ja, je ziet de wimmelborden zie je natuurlijk vooral bij de BDO-toernooien. Dus ja, ik denk dat dat toch wel. Ik denk dat er op korte termijn niet, maar ik denk wel dat er een wijziging aan zit te komen in de borden als dit zo doorgaat. Ja, dat denk ik ook. Misschien over een paar 5 jaar of zo, misschien hebben we dan wel misschien een speciaal bord. Of misschien wel een targetbord, we weten het niet. Nee, we weten het niet. Nou, we houden het uiteraard in de gaten voor jullie. Dan gaan we toch verder vooruitblikken. Nou, de Danish Open laten we even achter ons, die is nog bezig. Als we dit opnemen. We kijken vooruit op de Player Championship 17 en 18. Daar staat een hoop op het spel. Ja, vooral voor de spelers die dicht bij een World Match Play zijn. En in die weekend wordt ook de kwalificatietoernooi voor de Czech Open gespeeld. Dus dat wordt een enorm belangrijk weekend voor Vincent van der Voort. Ja, voor Vincent van der Voort met name. Maar bijvoorbeeld ook voor een Roy Smith en een Keegan Brown. Ja, die hebben echt nog wel wat nodig. En die zijn niet in de beste vorm momenteel. Nee. Keegan Brown,
Die is redelijk constant, Ross Smit ook. Maar ja, ze moeten het wel doen op het goede moment. Opvallend is dat Remo van Barneveld zich niet heeft ingeschreven op de Tsjech Open. Was te verwachten na het interview tegenover Darts Actueel. Ja, klopt. Ja, waarschijnlijk heeft hij weer een demo of hij zei tegen ons persoonlijke verplichtingen. Dus misschien moet hij ergens heen waar hij blij moet zijn. Ja, nou, dan, vervolgens in de Tsjech Open kunnen we nog niet echt vooruitblikken, aangezien we nog niet weten wie er allemaal heen gaan. Afhankelijk is van de qualifiers. En ja, we weten natuurlijk wel dat de top 16 van de Pro Tour Order of Merit heen gaat. Ja, en daar zit natuurlijk weer Marco van Gerwen bij. Ja, klopt. Van Gerwen die in Denemarken niet was, dus hij is in Tsjechië wel bij. Dus die is natuurlijk weer de grote favoriet. Ja, dan hebben we nog twee andere toernooien. Dat is de World Series of Darts. Ja, ik denk dat de US Darts Masters niet heel spannend gaan worden. Maar ik denk toch, de German Darts Masters, dat kan nog wel een spektakel worden. Ja, daar is Raymond van Barneveld er ook bij. Dus ja, Van Gerwen is natuurlijk de grote favoriet samen met Gary Anderson. En Pieter Vrij denk ik wel. Ik denk dat voor de US Darts Masters, want ik vind dat dit een hoop spelers die vaak onderschatten als een leuk uitje. Ja, ik denk toch dat een Gary Price en een Nathan Aspinall daar best ver kunnen komen. Ja, Nathan Aspinall, dit was zijn allereerste World Series toernooi, dus ik denk dat hij daar best ver kan komen. En Gary Price is dit hele jaar al in vorm, dus die kan zo een finale weer halen. Ja, nou ja, ik hoop dat Gary Price de US Darts Masters wint. Maar ja, dan de German Darts Masters. Daar zijn de Duitsers er ook bij. Dus er zal de eerste ronde gegarandeerd wat spannender worden als bij de andere World Series toernooien. Met een Max Hoppe, Martin Schindler en Gabriel Clemens. Ik denk dat het toch meteen vanaf de eerste ronde scherp zijn is. Ja, klopt. Vooral die Duitsers die willen wel winnen tegen die toppers. Vooral Gabriel Clemens, dat is een van hun favorieten. En Max Hoppe ook. Ja, nou, we kijken met smart uit naar de German Darts Masters. Nou ja, verder is er volgende week in Assen is de Six Nations Cup bij de BDO. Daar heb jij meer informatie over. Ja, daar doen zes landen mee. Dat is Nederland, Ierland, Noord-Ierland, Schotland, Engeland en Wales. En Nederland wist het toernooi vorig jaar te winnen en daarom mogen ze dit jaar in Assen organiseren. Daar komen alle zes landen en dan wat het de wedstrijdformat is. Alle spelers spelen één keer tegen elkaar en wie de meeste likes wint, die wint de wedstrijd. En dan doen ze het eerst in pools en daarna in een knock-out systeem. Ja, kom natuurlijk allemaal naar Assen toe. Leuk evenement. Wordt georganiseerd door de Nederlandse Dartbond. Verder zit het Europees kampioenschap bij de WLIF op het programma voor de jeugd. Daarvoor zijn de volgende spelers geselecteerd. Jurriaan van der Velde, Danny Jansen, Luc van der Kwast, Marcel Bus, Lorena Rietbergen en Rosanna van der Velde. Wat kunnen we daarvan verwachten? Dat wordt een toernooi met enorm veel goede spelers. Daar doet ook de 13-jarige Leighton Bennett mee, die natuurlijk een van de grote favorieten is. Samen met Keen Berry en Jurriaan van der Velde, denk ik. Ja, nou verder wou jij nog graag vooruitblikken op de Cambacity. Die is van 6 tot 14 juli. Cambacity. Ja, op de Cambacity, excuses. Ja, dat is een amateur toernooi. Dat is het opzet van de Lakeside. Dus de eerste ronde is first to 3 sets. Dan tot de 5, dan tot de 7 en dan verder. En daar doen een aantal goede spelers mee. Vooral ook een paar PDC-spelers. Christian Kist doet er mee, Vincent Kampheus, Fabian Roosemans, die zit niet bij de PDC, maar een enorm goede speler. Michael Stoetsen zit erbij, Daniel Kalter, Arjen Konteman, Ron Meulenkamp, die zit erbij. En dan hebben we nog de talentvolle Kevin Lasker doet er ook mee. En de laatste qualifier is op dinsdag 21 juni. In totaal doen er 40 spelers mee en de winnaar die kwalificeert zich voor de Champions League of Darts in Egmond aan Zee. En daar, als je dat te mooi vindt, kun je aan de vinder mee gaan doen. Ja, leuk. Kijken we vooruit. Gaan we zeker op terugblikken in de volgende podcast.
Wij zijn onze sponsors natuurlijk hartelijk dankbaar. Dutchshop Midden-Nederland en Pools.com. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren. Patrick, bedankt voor deze podcast. Ja, jij ook. Dat was leuk als eerste keer. Volgende keer gaan we een week voor de matchplay zitten. Dus tot dan.